Het is vandaag dinsdag 25 mei. We gaan jullie weer meenemen in een update met betrekking tot de verbouwing van het tweede hospice. Als we achter ons kijken, dan zien we inmiddels de bouw gestaag vorderen. Een dik compliment aan Verbakel en de onderaannemers. Men loopt prachtig op schema. Zoals je kunt zien zijn we echt aan het opbouwen. Vorige week zijn de vloeren gestort. De dakkapellen zijn geplaatst. En zoals we nu ook zien wordt er volop aan het metselwerk gewerkt. Aanstaande donderdag dan gaat de definitieve afwerkvloer erin. Dus nogmaals, compliment aan de aannemer, want we lopen echt prachtig op schema. En dat betekent dat wij nog steeds ervan uitgaan dat wij begin september open kunnen. En woensdag 29 september de officiële opening houden. Als wij de officiële opening hebben, dan zal er ook een aardige bestuurswisseling plaatsvinden. Een aantal bestuursleden zitten aan hun maximale termijn. Dus tijdens de opening gaan wij afscheid nemen van een aantal bestuursleden. Ellie van der Wilk, Corine Vreugdeel en ook ik zelf treden dan terug. En daarvoor hebben wij drie fantastische nieuwe bestuursleden in de plaats. Rianne de Goeie die zou zich gaan bezighouden met PR en communicatie. Annie van Antwerpen gaat zich bezighouden binnen het bestuur met de taak zorg. En Sylvia Vollebrecht wordt de nieuwe voorzitter van Stichting Beukenrode. En dat doen we allemaal op het moment dat wij officieel openen, dragen wij onze taken over aan de nieuwe bestuursleden. Inmiddels worden de filmpjes breed verdeeld onder onze vrijwilligers. Maar ook eigenlijk onder alle mensen die Stichting Beukenrode een warm hart toedragen.